Dames en heren, we at it again. We zijn er weer. De Fano natuurlijk, Yuki Christus en Young Boy from the Streets. Amati. Lekker man, I like the vibes. Ja, ja toch, man, sowieso. Nice wat erbij. Ja, fuck up bro, hoe is het met je dan? Ik zeg je eerlijk, ik mag niet klagen man. Afgelopen week bij 3FM geweest, echt kapot gespeeld. Ik hoor je hebt gekild. Ja man. Ik lees je hebt gekild. Ja, read about it. Maar heb je dan echt meer gekild dan normaal of gewoon? Het gekste van alles is, toen ik klaar was dacht ik echt van ik heb mezelf gewoon wel even overtroffen in een setting waarbij het eigenlijk, er is niet eens publiek. Ja. Snap je, maar ik heb gewoon echt denk ik wel een van mijn tofste radioshows gegeven man. En ik zeg jullie, Amarty heeft echt een goede show gewoon qua publiek. Hij neemt altijd zijn publiek mee. Thanks, hij weet wat hij echt moet waar. Doen. Shout-out naar jou. De eerste keer dat ik je zag performen was bij Anchor Freshman. Ja. Toen was je nog, had je ingeschreven, ging je daarvoor. En nu sta je gewoon op het 5-jarig bestaan. Het is, echt, het is echt snel gegaan man. Klopt, binnen een jaar man eigenlijk. Ja, ja man, want hoe... Je had je ingeschreven voor Anchor Freshman. Ja. Die had je helaas niet gewonnen, maar alsnog bleef je wel een soort van betrokken bij Anchor. Klopt. Maar dat was zeg maar ook omdat ik naast het performen ook gewoon werkzaam ben als een soort van MC-host. Ja. Goede MC. Afro Losjes. Met Afro Losjes natuurlijk. En op een gegeven moment zag Anchor ook zoiets van, dat is wel ook wel een toffe aanwinst. En dan kunnen we daarbij eigenlijk ook meteen een soort van Afro dancehall stage openen. En vanuit daar kwam de allereerste backyard stage bij Anchor Festival. Nice. En toen mocht ik daar toen hosten. En toen uiteindelijk heb ik ook gewoon een paar nummers gedaan. En dit jaar heb ik gewoon echt daar gestaan met mijn eigen set. Voordat Steph London op moest. Dus dat was ook echt super dope. Nogmaals, shout-out naar de Anchor team, man. Sowieso. Shout-out naar Amarty. Hij heeft laatste EP gedropt. Ga die shit checken. Young Boy from the Streets. Hoe verloopt het voor je? Want ik heb die EP gecheckt en het was een goeie. Maar hoe verloopt die voor jou? Vind jij van wat het moet doen? Voor mij doet hij wel wat hij moet doen. Maar alleen in Nederland nog niet zozeer. Maar in het buitenland weer wel gewoon. Oh ja, want ik heb gezien dat jij ook... Je hebt een aantal shows in UK gehad toch ook? Ja, gewoon een paar kleine showtjes meer. Bro, maar... klein, nog steeds. Maar het is niet ook niet zeg maar, soort van gepland alsof ik geboekt werd. Maar het is gewoon, ik ga daarheen en ik check gewoon met mensen. En gewoon een soort van, je weet toch, een beetje brutaal zijn. En gewoon in die line-up gewoon choepen. Gewoon, bro, dat is ook een way to grind, man. Dus ja, dat heb ik ook gewoon gedaan. En tot nu toe gaat het wel goed, man. Maar als we praten voor buitenland, over welke landen praten we dan? Want je geeft duidelijk aan dat buitenland... Ja, kijk, ik heb wel gewoon echt gewoon opgetreden in Amerika. Texas? Met Waxfiend bij South by Southwest Festival. South by Southwest. Dus dat was echt super epic gewoon. Ja, want voor de mensen die het thuis niet weten, South by Southwest is echt het festival waar echt de grootste talenten van de wereld samenkomen. Klopt. En daar hun performance doen en jij mag samen met Waxfiend daar je ding doen. In hoeverre is want het zijn vooral ook de events die gerelateerd zijn aan Afro. Ja. Afro-pop. In hoeverre is het connecten met elkaar bijvoorbeeld in Europa, in Engeland, in Frankrijk? Artiesten waarmee je samenwerkt? Het connecten gaat eigenlijk een beetje ook op gevoel, maar ook natuurlijk als een andere artiest gewoon ook een andere artiest gewoon dope vindt, dan connecten ze elkaar automatisch. En dan is het gewoon een kwestie van een soort van link op. Net als bijvoorbeeld dit evenement met London Vibes. Toen waren alle UK-artiesten hier. Ik heb ze ook gewoon allemaal één voor één kunnen ontmoeten en gewoon met ze kunnen collaben. Toevallig met Afrobee. Dat is ook een hele goede artiest. Natuurlijk mijn broeders Kwams en Flava van het nummer Takeover. Zo, daar ga ik lekker op. Dus het is gewoon echt ook een kwestie van gewoon hoe je positieve vibe is. Want zij... Ik probeer die beat aan te doen. Ik had het gewoon een keer gepost en Armin vroeg ook van, welke track is dat? Ik zeg, kwam ze Flavor, maar Takeover, man. Lekker, man. Waar komen jouw moves? Want je hebt ook die moves, man. Ik zeg je eerlijk, het is pissie van mijn madre ook. Ik heb gewoon genen van mijn ma. Ja. En natuurlijk, heet zelf maar twee mans Merano. Ja, die man, als we samen zijn, is gewoon... Die chemie die we hebben, is gewoon... Ik zie het. Want Amarty host toevallig een... feest genaamd Afro Losjes met Berano Bertje. Shout out naar jou. En ze hebben altijd van die dansjes. Gewoon choreo van Afri Dance. Het is niet eens een choreo. Yeah. Het is gewoon een kwestie van... We zien die filmpjes online en we denken van... Oké, dat is dope.
voegen het een beetje toe. En dan op de avond zelf is het gewoon een kwestie van... Oké, we kijken elkaar aan. We doen die stap en dan... Ik geloof hem wel, want ik heb van, wel die zeg maar, oogcontact van jullie gezien. Van, het is een kwestie van oogcontact, man. Een van de weinige gooiers die ik niet kut vind. Ik snap je. Dat is een compliment. Gooiers vind ik echt kut, man. Ja, man. En het is geen gooier, maar je toch die vibe, het voelt gewoon real. Ja. Natuurlijk. Het is ook natuurlijk, ja. Ja, man. En je ziet ook in Engeland bijvoorbeeld dat langzaam die afro sounds meer invloed krijgen in pop eigenlijk. Klopt. En dat is jouw doel ook om dat in Nederland zeg maar steeds meer, steeds groter te maken. Klopt. Wat voor soort plan heb je voor je? Want hier is het eigenlijk ook populair. Als je ziet Drake. Ja, het is hier, het is ja, als je... Wizkid. Kijk, Drake, Wizkid, maar dat zijn wel weer Engelstalige artiesten. Je weet toch, en Nederland is... Ja, Nederland volgt het ook gewoon zeg maar op. Ja. Snap je? Maar hier heb je het ook gewoon dat een aantal guys ook gewoon afro maken. En dan is het in het Nederlands. Dus dan klinkt het net iets anders. True. Maar kijk, in mijn geval, ik probeer ook gewoon alleen maar Engelstalig te doen. Zodat ik weet dat als het over de grens gaat, dan komt het ook goed aan. Hmm. Dan is het niet van iets dat ze nog moeten ontcijferen of zo, zeg maar. True. Want bijvoorbeeld, die guys in Engeland voelen SFB gewoon super dope. Alleen ze verstaan geen Nederlands. Yeah. Weet je dus, maar voor de rest bijvoorbeeld Harvey Don. Harvey Don vindt SFB geweldig. Maar hij verstaat gewoon niet wat ze zeggen. Ja. Is dat toch een soort blokkering, denk je? Ik vind zelf dat Nederland wel een soort van plafond heeft eigenlijk. Okay. Omdat de taal Nederlands zelf is... Het is gewoon een barrière aan het einde van de dag, zeg maar, wel. Dus als je het maximale eruit kan halen, moet je dat gewoon echt nu doen. En... Eerlijk gezegd denk ik dat er in 2018 wel of wordt doorbroken of verhoogd, man. Want ik zie wel... Ik weet niet, ik denk dat er wel collabs aankomen met UK-artiesten. En weet je wat ik denk? Je hebt ook een artiest als MHD... Ja. Is ook Frans, maar alsnog, heel Nederland gaat er ook los op. Terwijl je helemaal niet verstaat wat ze zeggen. Dat is echt anders, man, bro. Ik zeg eerlijk, Frans is echt een wereldtaal. Frans is een mooie wereldtaal. True. Hij zegt Nederlands is lelijk. Ja. Nou, het is niet echt mooi, nee. Ik zweer het, als je aan andere landen vraagt hoe het Nederlands klinkt, ze gaan zeggen... Oh, goh, ja, die letter G is fucked up, toch? Ja, man. Snap je? It's the truth. Maar heb jij ook zoiets van, oké, je zou liever bijvoorbeeld in de UK willen doorbreken of... Ik denk voor mij, zeg ik ook overal, het is meer de fundering voor mij is echt heel belangrijk. Omdat dan ben je ook aantrekkelijker voor het buitenland. Als niemand je hier kent en je gaat naar het buitenland, dan begin je weer opnieuw. True. Snap je? Klopt. Dus als je een soort van een fundering hier hebt opgebouwd en je hebt een beetje connecties hier en daar, is naar het buitenland gaan gewoon een piece of cake eigenlijk. Maar dan hangt er ook vanaf wat je ook in het buitenland gaat doen. Als je het niet doorpakt en je gaat juist een beetje wachten van... Oké, die in Nederland kent mij of ik heb dit gedaan in Nederland. Dan ga je daarop teren dan. En dan zie je van, het gaat gewoon niet werken. Dus je moet gewoon sowieso blijven hosselen. Maar ligt het wel in je stappenplan, zeg maar? Ja, het ligt wel sowieso aan je stappenplan. Okay. Nice things. Nice. Dat sowieso. En het is een kwestie van tijd, want je ziet langzamerhand... Afro sounds worden echt langzamer dan mainstream. Ik bedoel, ook een beetje die fusion met hip-hop. Encore heeft een hele eigen stage waar jij bij host. Je ziet langzaam dat het ook naar de mainstream aan het toe gaan. Klopt. Is. Hoe is dat voor jou? Zie jij dat als een blessing? Het is zeker een blessing. Want ten eerste, het werd gewoon zwaar ondergewaardeerd. Gewoon. Like, als er gewoon afro tunes werden gedraaid, dat is echt van de zaal. Ging gewoon meteen van... Maar wat is dit precies? Ik ga even een drankje halen. Ik ga even plassen. Maar nu is toch iedereen is gewoon iedereen heeft gewoon die swing te pakken. Ze zijn net als Armin. Ik zeg het je heel eerlijk. Ik ben ook omdat het langzaam naar de mainstream ging en ook hip-hop artiesten ermee samen gingen. Hoe? Deed ik dat echt? Ja, bro. Wow. Ik wil het echt terug zien. Ik weet niet wat je deed, man. Wat je deed Ik deed dit. Nee, deze is nog best soepel. Hoor. Ja, maar wat je deed? Kijk, je hebt hem gewoon zo, maar hij fixt hem echt. Bro, kom het goed. Ik neem lesbio. Stabiel. Ja. Maar de rest van de avond? De rest van de avond, ik moet eigenlijk over een kleine 2 minuten moet ik hosten. Weer. Oh, dus, weet je wat? Hey, goeie Martin, het was fijn. Hoeven niet af te sluiten, maar jeet hoor. Dus, voor show begrijpt het wel. Oké. Is Convo, ik bedoel maar van. Hey. Is heb je Convo gecheckt? Sowieso, man. Alleen die van Nelgie heb ik nog niet gezien, maar de eerste twee wel. Wat vond je ervan? Ik vind het echt een hele grappige show. Maar vooral omdat... Eminem. Die Eminem, man. Ja, en jullie reactie erop.
was gewoon geweldig. Die Eminem was goed. Die Eminem was echt. En hij bleef het gewoon herhalen. En Jonna ging ook gewoon van... Maar bro, je gaat die takkie niet switchen gewoon. Nee, en die van nee, ik ga hem eens op Eminem. Eminem is leuk geweest, eerste drie afleveringen. Maar vanaf nu, dames en heren, ik zal Eminem zeggen. Afsluiting. Iedereen heeft fuck you, kill. Zat te laat. Maar maakt niet uit. Toch? Voor je eigen wil is het wel fijn. Amartie, we gaan je niet langer lastigvallen. Dankjewel, man. Ik wil ook de zaal in. Ja, wij ook. En we gaan je checken, man. Amartie, Youngboy from the Streets EP. Thanks, man. Thanks, man, bro. Love, go man. Check it out. Amartie. En niet te vergeten... Oh, wacht. Sorry dat ik onderbreek. Hey. Dit is ook a guy uit de Belmer. Hey, just another one. 1104, another one. En okay. Niet vergeten, mensen. Ik doe ook mee met de grote prijs. Ik ben door naar de kwartfinale. Ik sta ook volgend jaar op Noorderslag. What? So, hey, dit man, dick. Ja. Congrats. Applaus voor dat. We go mash up. Afro Sound gaat Nederland overnemen. Bang, 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 bang. We out. Afro Sound, take over.